Hi hi, groetjes uit Taipei, de hoofdstad van Taiwan, waar ik nu zit. Afgelopen week was echter mijn laatste week in Bali en die bracht ik door in het prachtige gebied Uluwatu. Aan het begin van de week doe ik nog een workout voor mijn benen. Ik merk dat als ik helemaal niks doe, mijn benen heel onrustig worden. Dus af en toe zo'n lichaamsgewicht circuittraining, dat is echt top. Voor de rest sport ik niet zo heel veel hoor, omdat ik de hele tijd onderweg ben en ik ben aan het zwemmen. En ik vind dat eigenlijk wel beweging genoeg, eerlijk gezegd. Wat ik het allerliefste doe, is scooteren in de omgeving op zoek naar het mooiste strand. Het is echt zo tof om hier rond te rijden. Uluwatu is heel groen en je hebt veel steile heuvels. En je ziet het niet echt op de beelden, maar soms gaat het echt zo recht omhoog en zo recht omlaag. Het is echt een beetje een achtbaan gevoel. Oh ja, en het verkeer lijkt misschien giga gevaarlijk, maar dat valt ook reuze mee. Niemand rijdt harder dan 60 en mensen houden heel goed afstand als ze je inhalen. Ze toeteren ook heel netjes, zodat je weet dat ze eraan komen. Eerlijk gezegd, als ik het moet vergelijken met Bosnië, vind ik dat een stuk enger. En daar zit je ook nog eens in de auto. Mijn missie om het mooiste strand van Bali te vinden is pas geslaagd als ik in Nusa Dua beland. Wat een prachtig strand is dit. En het is eerlijk gezegd het enige strand wat ik je zou aanraden als je op zoek bent naar een bountystrand in Bali. Mocht je echt op zoek zijn naar bounty stranden met spierwit zand en kristalhelder water, dan zou ik zeggen ga naar Jamaica toe. Maar als je in Bali bent, dan is Nusa Dua wel echt een fantastisch strand wat daar een beetje van in de buurt komt. Ik scooter daar dus best wel vaak naartoe en ik chill daar ook een dag met mijn nieuwe Braziliaanse vriendin Sabrina. By the way, het meest universele kledingstuk wat je op reis kan meenemen, naast een sarong natuurlijk, is een maxi-rok. Want je kan hem als maxi-rok dragen natuurlijk, met een leuk topje erbovenop. Maar je kan hem ook optrekken als leuk strandjurkje. Nou, heb je twee outfits in één kledingstuk. Daarnaast kan je er een riempje omheen doen, dan wordt hij een stuk netter voor 's avonds. Je kan hem dragen als slaapjurk, je kan hem gebruiken als dekentje, je kan hem gebruiken als sjaal. Allemaal natuurlijk getest door mij. Zorg er wel voor dat er een klein beetje polyester in zit. Mag ook 50% zijn, want dan droogt hij heel snel en dan kreukt hij niet. Dat geldt trouwens ook voor de rest van al mijn kleren die ik mee heb. Dus het overal wel een beetje polyester. Erin. Sommige kledingstukken zijn een uitzondering hoor, zoals dit fluffy shirt. Maar overal zit een beetje polyester in, zodat het allemaal niet kreukt en snel droogt. Trouwens, neem geen 100% polyester, want het plakt hartstikke aan je lichaam en is heel warm. Ik durf steeds meer qua eten en loop de meest random tentjes in, wat soms ook voor verrassingen zorgt. Letterlijk nadat ik was gestopt met het filmen van dit shot, kropen er echt een gigantische kakkerlak onder mijn bord vandaan. Hij was echt zo groot. En het eten hier is alleen al een avontuur. Net als het proeven van Indo-ijsjes. Ik heb er 4 gekocht en voor je getest. Dragonpop. Maar dan is het alweer tijd om te gaan. Bali, je bent een fantastisch eiland en ik zie je nog zeker een keer terug. Maar nu wacht een ander eiland op me. Ik verblijf een week in Taipei, op het eiland Taiwan. Dat hoort bij China, maar heeft ook echt een eigen cultuur. En ineens is het een stuk kouder, ik kan niks meer lezen. Er zijn weinig mensen die Engels spreken. En het is heel druk op straat. Ik heb wel direct een hele grote angst overwonnen. Ik ben in een soort van superklein Chinees tentje gaan zitten met allemaal Chinezen om me heen. Een menu wat ik helemaal niet kon lezen en heb met handen en voeten een soepje besteld. Ging prima en ik was zo trots op mezelf, want dit durfde ik niet eens in Hongkong. Ik zeg, winning in life!
live. Volgende week nog veel meer avonturen uit Taipei. Als je geabonneerd bent, zie ik je natuurlijk volgende week. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. Want ik ben zeker tot eind juni op reis in Azië. En er komen nog veel meer travel vlogs. Mocht je me dagelijks willen volgen, kan dat op Instagram. Daar plaats ik dagelijks een foto. En anders zie ik je gewoon volgende week. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.